Heb jij die wedstrijd thuis nog een keer geanalyseerd, bekeken? Want je kunt natuurlijk allemaal wel zeggen van ja goed, ze zijn gewoon heel goed. Maar zitten daar wel dingen in die anders hadden gekund? Waar je aanknopingspunt aan hebt voor deze wedstrijd? Nou, we hebben natuurlijk wel de wedstrijd teruggekeken en ook andere wedstrijden die ze gespeeld hebben. Maar als je dan ziet in de thuiswedstrijd het verschil, met name in de eerste helft, zag je duidelijk dat we moesten wennen aan het tempo van de Champions League. En wat er voor nodig is om wedstrijden te winnen. En die wedstrijd beginnen we niet goed. Misschien ook een beetje door spanning. Met name in de standaard situaties waar we niet goed staan. Je krijgt met 3 corners een goal tegen. En in het spel hebben we relatief weinig kansen weggegeven tegen City. Misschien ook dat ze tempo wat lager gingen spelen. Maar uiteindelijk zie je ook de kwaliteit van een City tegen wie ze ook spelen. En hoe je ook verdedigt met wat voor systeem je ook speelt. Ze kunnen zich als de beste aanpassen en van daaruit de kansen te creëren. En dat zie je ook in alle wedstrijden die ze daarna gespeeld hebben. Apia eigenlijk helemaal goed teruggekomen, weer in orde. Ja. Die kan spelen morgen. Ja, die heeft natuurlijk die is echt letterlijk heel de wereld rondgegaan. En we hebben hem ook bewust niet bij de wedstrijdselectie het weekend gehaald afgelopen zaterdag. Maar hij is gewoon mee, is fit, is fris, heeft een goed humeur. Is natuurlijk van zichzelf al een positief mens. Maar na kwalificatie voor het WK is bij hem natuurlijk alleen maar een lach op zijn gezicht. Verder geen blessures, geen andere zaken. Van Beek is misschien veel 3 in één week? Ja, nou, we hebben een aantal spelers die natuurlijk terugkomen van een blessure. Sven is daar één van. Ik vond hem wel uitstekend spelen afgelopen zaterdag. Zeker als je ziet dat hij een lange tijd eruit is geweest. Het niveau wat hij al haalt nu, ben ik heel blij mee. En Bart hebben we ook moeten wisselen, omdat hij natuurlijk 2 weken ervoor ook last had tegen ADO. Maar het ziet er allebei voor hun wel goed uit. In Oekraïne liet je Jean-Paul Boetius starten. Hè? Zat Larsson op de bank. Ook omdat je verwacht dat je misschien op de tegenstoot met zijn snelheid iets kan doen. Ja. Is dit zo'nzelfde verhaal, die wedstrijd van morgenavond? Maar het zal wel, ik denk wel een wedstrijd zijn wat hetzelfde eruit zal zien. Natuurlijk het compacte van ons, kwaliteit bij de tegenstander. Dus in dat opzicht is dat eenzelfde wedstrijd. En je hebt nu ook te maken ook met spelers die natuurlijk ook internationaal gespeeld hebben. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Zeker ook het belang wat we nu hebben in de competitie ook. Na de tegenvallende resultaten zal ik daar ook naar kijken. Kan Sam Larsson überhaupt starten? Want je wisselt hem met kuitklachten. Hoe ja. staat dat ervoor? Ja, dat gaat goed. Gelukkig maar. Heeft de afgelopen dagen zich goed behandeld. Heeft vandaag ook op het veld kunnen trainen. En dus dat is voor morgen geen probleem. Je mist El Amadi natuurlijk. Een belangrijke schakel in je team. Niet voor niets je captain. Hoe ga je dat oplossen? Is dat op te lossen, zo'n belangrijke speler missen? Nou, het is natuurlijk de aanvoerder. Is een belangrijke rol in het team. Zeker de positie die hij bekleedt. Alleen het feit is dat hij er niet is. Dus we zullen daarin ook in moeten wisselen. Een andere speler op die plek moeten zetten. Maar ik denk dat we wel een aantal spelers hebben die dat goed kunnen invullen. Is het ergens nog een optie voor jou geweest? Omdat je weet dat dit zo'n moeilijke opgave is. En in de competitie heb je al heel veel punten laten liggen. Het is natuurlijk zaterdag gigantisch belangrijk ook voor jullie. Ja. Om eventueel mensen te sparen om hier niet met je sterkste team te starten. Is het een overweging überhaupt geweest of niet? Ja, omdat het, wat je ook zegt, hè, je hebt te maken met de wedstrijd van morgen, maar ook de wedstrijd van zaterdag tegen Groningen, wat voor ons een hele belangrijke wedstrijd is en wordt. En daarin wil je ook niet alle risico's nemen met spelers voor morgen. En dat zullen spelers zijn die wat klachtjes hebben of die misschien al heel veel wedstrijden gespeeld hebben, maar normaal ben ik daar niet zo van, maar in deze fase van de competitie, waar we staan, zal ik daar wel rekening mee gaan houden.